Dan ga ik hem vullen met mijn favoriete items van Action. Een van mijn grote favorieten van Action op dit moment. Welkom terug bij weer een nieuwe video op het kanaal van Action Nederland. Mijn naam is Christina. En misschien ken je me wel van mijn eigen YouTube kanaal, namelijk Christina K. En vandaag heb ik iets geshopt in de webshop van Action. En ik wil het heel graag aan jullie laten zien. Ik denk niet dat jullie daar helemaal klaar voor zijn. Maar waarschijnlijk hebben jullie het al wel in de titel gezien en op de thumbnail. En ik kan echt niet wachten om het uit te pakken. Oh my god. Ik heb deze mini beauty koelkast besteld. Ik heb hem nog niet opengemaakt. Ik dacht, ik wil het allemaal op camera doen. En I cannot wait. Oh my god. Dus ben je ook zo benieuwd naar de beauty koelkast en hoe die eruit ziet, wat die allemaal doet, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Blijf daar gezellig even kijken. Doe je duimpje omhoog. En abonneer ook even op het YouTube kanaal van Action Nederland, want dan mis je geen enkele upload. En laten we snel gaan kijken hoe het eruit ziet en alles. Als allereerste, het kost €39,95. En het is alleen in de webshop te verkrijgen. Het ziet er wel heel schattig uit trouwens. Roze. Amazing! Je zou bijna denken, een beautykoelkast. Nou, ik moet zeggen, hiervoor had ik er ook nog nooit van gehoord. Maar het schijnt dus best wel goed te zijn voor je producten als je ze koel bewaart. Dit is zo schattig. Oh my god, dit is echt het schattigste wat ik ooit in mijn leven heb gezien. Oh my god, it's so cute! Het is nog aardig groot eigenlijk. Volgens mij past er best wel veel in. Ik heb hem helemaal uitgepakt. Dus zoals je ziet, het heeft een roze deur. Voor de rest is die gewoon wit. En extra leuk, je kan hem dus op een koude stand zetten, maar ook op een warme stand. Maar je kan bijvoorbeeld hier een handdoekje in doen, wat je dan vervolgens op je gezicht doet. Dan is die lekker warm, gaan je poriën open. Daarvoor kan je dit dus ook gebruiken. En op de koele stand kan je dus... So cute. Wacht, ik ben zo afgeleid. Kijk nou. Kijk, dit moet je dan in de deur plaatsen. Zo ziet hij dus van de binnenkant eruit. En je kan dit plankje volgens mij ook verstellen. Je kan hem uithalen of er weer in doen. Dus dan kan je weer grotere dingetjes in doen als je die hebt. En dit kan ik meteen hierin klikken. In de deur. En hier kan je dan bijvoorbeeld een maskertje in doen. Of zo'n gezichtsroller kan je hierin doen bijvoorbeeld. Want dan heb je dus een koele gezichtsrol wat extra lekker is voor je huid. Maar ook bijvoorbeeld een sheet mask of een gewoon maskertje. Maar je kan hier ook make-up in bewaren, parfum en alles. Dat zorgt ervoor dat het langer goed blijft. Ik ga hem zo meteen even ergens neerzetten. Ik weet nog niet waar. En dan ga ik hem vullen met mijn favoriete items van Action. En dan gaan we echt kijken hoe die helemaal eruit ziet als die lekker gevuld is. Nou, een stekker. Oh, dat is nog vrij lang. En dan zet ik hem zo meteen op koud. Je kan hem ook zo meenemen. Of nou ja, niet echt meenemen. Je moet hem wel echt aan de lader doen. Of aan de instopmond bedoel ik. Zo cute! Ja, er staat gewoon ideaal voor het bewaren van je moisturizer, serum, gezichtsmaskers. Helpt om je verzorgingsproducten langer vers te houden. Extra warmtestand. Perfect om handdoeken en gezichtsmaskers warm te houden. Trouwens, ik had ook even op de website gelezen dat je dit dus niet alleen voor make-up kan gebruiken. Natuurlijk ook voor andere beauty productjes. Maar je kan hier bijvoorbeeld ook blikjes drinken in doen. Stel je voor, je bent in je slaapkamer. En je wil gewoon een paar koele blikjes drinken. This is it. Zoek niet verder. Volgens mij wordt die 7 graden. Dus dat is lekker cool. Ik denk dat dit het plekje ervoor gaat worden. Want heel toevallig doe ik dus hier ook altijd mijn skincare. Ik heb ook heel veel hier in de la zitten. En dan kan ik ook een aantal dingen in de koelkast bewaren. Ik zal hem even zo neerzetten om goed te laten zien hoe het er nu uitziet. Ik zal hem even aanzetten. Ik ben benieuwd hoe snel die... Wow, dit begint echt nu al direct te koelen trouwens. Oké, ik ga hem even snel vullen. Ik vraag me af, ik denk dat ik deze eruit moet halen, want ik heb een paar grote dingen. Zoals de micellair water. Dan heb ik een body lotion van Dove. Ik ben benieuwd hoor. Een fixing spray. Dit lijkt me heerlijk als het lekker koel is. Ik heb hier een super booster. Kijk, zo ziet hij eruit. En er zit ook vitamine C in. En vitamine C is heel goed voor als je littekens dus hebt en pigmentvlekken. Wat ik dus heb. Dus ik gebruik deze nu. Aloe vera serum om je huid wat rustiger te krijgen. Ik heb ook deze oogmake-up remover. Super handig voor als je bijvoorbeeld eyeliner op hebt of waterproof make-up. Oeh, het begint echt aardig vol te raken zoals je ziet. Ik wil eigenlijk nog deze kleimasker erin doen. Zou die deur dan nog dicht kunnen?
Oh ja, dat kan nog wel dicht. Oké, dus dit komt goed. Dit komt goed. Dan heb ik nog een concealer van Max & More. Dit leek me dus eigenlijk ideaal. Lekker coole concealer voor onder de ogen. Nou, heerlijk lijkt me dat. En ik heb daarachter nog een gaatje, zag ik. Wat me ook ideaal leek, waren deze onderoogmaskertjes. Om die lekker cool te maken. Maar ik denk dat ik dit even uit de verpakking moet halen. En dan kan ik dat zo mooi hierin doen. Net als deze sheet mask. Echt, ik hou van sheet maskertjes. Ik heb wel eens vaker een collageen masker gebruikt van Action. Maar specifiek deze nog niet. Dus ik ben benieuwd hoe het gaat bevallen. En dan doe ik hem gewoon even zo. En dan doe ik hem ook even hier in de deur. Eigenlijk een van mijn grote favorieten van Action op dit moment zijn deze wasbare wattenschijfjes. Ik heb er nog maar 2 in zitten hier. Deze heb ik nog niet gebruikt. De rest zit in de was. Ik dacht, nou ja, je weet het niet. Het hoeft natuurlijk niet echt cool bewaard te worden. Maar wie weet is dat heel lekker. Dus die doe ik zo lekker daarin. En dan heb ik hem helemaal gevuld. Ik ben benieuwd. Ik doe hem even dicht. Hij gaat nog dicht. Dus je kan aardig veel in kwijt. Oh, best wel zwaar. Dus dit is hoe mijn beautykoelkast eruit ziet. Oh my god, it's so cute. Dit lijkt wel echt heel rommelig nu. Er zit echt heel erg veel in. Allemaal fijne productjes van Action. En dit was alweer de video van vandaag, jongens. Ik hoop dat jullie het leuk en gezellig vonden en ook iets aan hebben gehad. Check even linkje in de beschrijving. Daar zullen we even de beautykoelkast linken, zodat je er meteen naartoe kan. Laat ook even weten wat je ervan vindt en of je het gaat gebruiken. En dan wil ik jullie nu ontzettend bedanken voor het kijken en hopelijk tot de volgende keer. Doei!